I'm sailing. De Larken Club, en een lark is een... Dat is een zeilbootje uit 1930, 1940. En die is de laatste tijd driftig opnieuw gebouwd? Ja, we zijn met een clubje mensen bij elkaar gekomen en hebben al die oude dingen hebben we opgeknapt. En met heel veel enthousiasme varen we nu wedstrijdjes, zoals je kan zien hoeveel er hier al liggen. Maar wat is zo specifiek aan de lark? Nostalgische gevoelens. Er zit een verschrikkelijk mooi zeil op. En met pensioen, ik was met pensioen en dan denk ik, ik wil iets leuks gaan doen. Ik wil een oud bootje opknappen. Nou, en wat is nou een leuk oud bootje? Een lark. Maar die is ook speciaal geschikt hier voor het Twentekanaal, omdat die nogal een hoog zeil heeft. Ja, inderdaad. Hij is plat. Hij kan, hier staan geen golven. En het zit een hoog zeil op, dus het is, dat is erg geschikt hier. Wie vaart tegen wie? Iedereen vaart tegen iedereen. Oh, ik dacht dat het Twente tegen Friesland was. Nee. We hebben geen naijver of zo. Wij hebben helemaal... Nee, dat gaat echt heel erg prettig met elkaar. Het is een beetje een vriendenclub aan het worden. Dus het zijn wel Friesen die meedoen en Twentenaren? Ja. En iemand uit Utrecht en iemand uit Groningen en iemand uit Drenthe. Dus ze komen, maar de meeste uit Friesland. Maar hier komt ook weer een nest. Dat was vroeger ook zo.